Deze video gaat over de spelling van de werkwoorden. Wanneer schrijf je nu een T en wanneer een D? Dat moet je natuurlijk weten als je de vormen van het werkwoord moet gaan vervoegen. We bekijken de spelling van twee woorden van het werkwoord. De persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, bijvoorbeeld zegt in hij zegt, en het voltooid deelwoord als deel van het gezegde, bijvoorbeeld besneeuwd in het dak was besneeuwd. Allereerst de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. Dit kadertje ziet er misschien ingewikkeld uit, maar geen paniek, ik leg het meteen uit. Neem nu het werkwoord smurfen. Om de persoonsvorm te vormen, moeten we het werkwoord vervoegen. Ik smurf, jij smurft, enzovoort. Hoe vervoegen we de persoonsvorm nu? Wel, we nemen eerst de stam van het werkwoord. De stam is eigenlijk de infinitief min en. Smurfen wordt dan smurf. Let wel op, soms verandert de laatste letter van de stam bij het vervoegen, zoals bij verhuizen. Verhuizen min en is verhuis met een z. Maar aan hij verhuist hoor je dat de z in een s veranderd is. Zoiets hoor je gewoon, dus daar moet je je eigenlijk niet te veel van aantrekken. Oké, we hebben nu de stam van smurfen. Smurf. In de eerste persoon zeg je ik smurf. Voor ik gebruiken we dus gewoon de stam smurf. Maar bij jij smurft komt er een t bij. De regel hier is dus stam plus t. Opgelet, soms komt de jij achter de persoonsvorm te staan. Zoals in een vraag smurf jij, dan hoor je geen t achter smurf. Voor die vraag gebruik je dus gewoon de stam. Bij hij smurft of zij smurft of de winkelbediende smurft is de regel opnieuw stam plus t. Bij wij, jullie en zij is de regel stam plus en. Bijvoorbeeld wij smurfen. Als je smurfen vervoegt, hoor je dus telkens welke uitgang de persoonsvorm krijgt. Die uitgang geldt ook voor andere werkwoorden. Stel nu dat Kasper het onderwerp is persoonsvorm van lachen moeten vormen. Dan volgen we hetzelfde stappenplan. De stam van lachen vormen we door de en van de infinitief weg te laten. Dan krijg je lach. Het onderwerp staat in de derde persoon. Dat wil zeggen dat Kasper eigenlijk voor hij staat. Bij hij is de regel stam plus t. Bij de stam lach voegen we dus een t. Het resultaat? Kasper lacht. Je denkt nu, maar het is toch logisch, dat hoor je toch gewoon? Probeer dan het werkwoord worden in de jij-vorm eens. Hoe schrijf je jij wordt? Op welke letter eindigt een voltooid deelwoord nu? Ik heb het over het voltooid deelwoord als deel van het gezegde. Dat wil zeggen, zoals besneeuwd in de zin, het dak was besneeuwd. Daarvoor gebruik je best dit stappenplan. Stap 1. Neem de infinitief van het werkwoord. Bijvoorbeeld smurfen. Stap 2. Haal de laatste en van de infinitief weg. Dat wordt dan smurf. In dit geval mogen de letters even niet veranderen. Zo wordt verhuizen verhuis, maar de z verandert nu even niet in een s. We gaan naar stap 4. We stellen onszelf de vraag, staat de laatste letter van dit woord, de infinitief min en, in het kofschip? Het kofschip is een woord waarvan de medeklinkers belangrijk zijn. T, K, F, S, C, H en P. Bij smurf is dat een F. Ja, de F staat in het kofschip. Dus schrijven we een T achteraan het voltooid deelwoord. Gesmurfd met een T. Bij verhuizen is dat een z. Weet je nog, we mochten de laatste letter van de infinitief min en even niet veranderen. Ook al zeg je misschien verhuis en klinkt de laatste letter als een s. De z staat niet in het kofschip, dus schrijf je een d. Bij stap 4 maak je het voltooid deelwoord. Nu mag die tussenletter, zoals de z van verhuis, wel veranderen, als die anders klinkt. Bij smurf blijft de F, dus krijg je gesmurfd met een T. Bij verhuis wordt de Z een S, maar behoud je de eindletter D,
Dus krijg je verhuisd met een D. Oef, dat was een hele bevalling. Gelukkig kan je dit filmpje en het stappenplan altijd even herbekijken als je in de war bent.